Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mij kanaal. Vandaag hebben we een heleboel waterballonnen voor jullie. Een nieuwe waterballonnen set. Deze heet Balloons Mania. En dit zijn 100 waterballonnen. En dat moet je dan heel snel kunnen vullen. En je hebt navulverpakkingen erbij, ook heel cool. Dat gaan we dus uitpakken. Het is zo'n handig setje waarbij je van die slangetjes hebt die je vast kunt maken aan de tuinslang. Een rode en een gele en nog een gele. En hier heb je nog van die navulverpakkingen. Ik zal eens eventjes de camera erop richten. We hebben het bij Amazon besteld. Kijk, hier hebben we de navulverpakkingen. Hier heb je van die elastiekjes om ze eraan vast te maken. Hoe dat werkt gaan we zo nog bekijken. We hebben al zes van die zakjes en daar zitten een heleboel ballonnen in. Hier kun je ook zien hoe je moet vullen en dat is eigenlijk best wel makkelijk. Nu snap ik hoe dat moet. Handig dat ze dat uitleggen. Goed, dan gaan we eens eventjes verder. We gaan het vandaag niet vullen, maar eerst gaan we er eens eventjes naar kijken. Zo. Je kunt het met de tuinslang doen en misschien kun je het ook wel thuis doen. Als je een beetje duct tape hebt. En hier hebben we de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 32, 33, 34, 35, 36, 37 ballonnen zitten er aan één zo'n opzetstukje. Dus ja, hier hebben we er ook nog eens 600 bij. Dat is echt een heleboel. Daar kunnen we wel eventjes mee vooruit, geloof ik. Echt wel cool. We gaan de andere verpakkingen ook maar eventjes openmaken. Oh, kijk. Deze heeft witte slangetjes. Ik vind de kleuren ook wel heel vrolijk, ook van de ballonnen. Zo, en hier ook. Deze heeft ook van die witte buisjes. Goed, die gaan we natuurlijk nog proberen in een van de andere video's. En dan gaan we kijken hoe snel dat werkt en of het goed werkt. Misschien kunnen we ook nog wel wat sets vergelijken. Jullie weten natuurlijk ook wel dat we nog andere van die sets hebben om snel waterballonnen mee te vullen. We kunnen dan eens kijken welke het beste werkt. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Abonneer op het kanaal en dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!